Wij gaan in het bakkie. Kat in het bakkie. Dus. Het is iets Japans voordat het heel stoer is, denk ik. Maar verder weet ik niet. Ja, we gaan naar boven. Het is oh, plezier. Het is echt nodig om te pissen, anders was het nog niet geklommen. Even losmaken. Daar zijn we dan. Boven op de reclamemast langs de A10. Waar we een fantastische Radio 5R studio hebben gebouwd. Tenminste. Niet ik, maar ze. En we gaan hier vandaag uitzenden. Lindo Duval, een hele goede middag. En ook de groeten aan de A10 als je daar in de file staat. Dan kan je ons zien. Net of het golvend is, hè, dit? Radio 538. Een hele goede middag. Mijn naam is Lindo Duval en ook van harte welkom aan Jelte van der Groot. Goedemiddag. Wat een fantastisch uitzicht hebben wij vandaag. We hangen gewoon, we staan eigenlijk bovenop een reclamemast die langs de A10 geplaatst is. Applaus voor Waylon! Een hele goede middag, Waylon en Stefan. Goedemiddag. Ja. Hoe vond je de klim naar boven met gitaar en al? Het was een hels karwei, maar we zijn heel huids boven gekomen en ik ben er nog een beetje kapot van. Come on! Met zijn gitarist hier vanaf de... Maar weet je dat je zit zo hard met je been ook mee te tikken, dat wij een beetje bang werden dat de studio zou ontwikkelen. Nee, dat is automatisme. Maar ja. Het voelde wel lekker. Ik zit op een stoel die een beetje wiebelt. Dus. Ja, nou, die mast gaat ook alleen en weer, dus maakt helemaal niet uit. Heel Heerlijk. Goed gedaan. Nou, dankjewel. Gitaar weer in de koffer en weer naar beneden dan. Hè, ja, bedankt. Succes. Dan moeten we klimmen. Ja.